Het is maandag wanneer ik deze video opneem. En voor de verandering heeft EA best wel veel content geleverd. Niet alleen hebben we de nieuwe FUDSWAP-speler, wat nummer 14 is. Wat ook betekent dat we nu dus genoeg hebben voor de base-icon. Ook heeft EA een nieuwe speler gereleased. Een nieuwe team of the season. En hebben ze ook nog de upgrades gebracht waar veel mensen naar aan het uitkijken waren. Het zijn niet precies de upgrades die we heel erg graag willen hebben. De Bundesliga Premium Packs en de normale Bundesliga Packs. Dezelfde als bij de Premier League, dus de 31-plus rating. En ook de normale upgrade. Maar ze hebben ook een nieuwe kaart gereleased in de vorm van Moussa Marega. Nu heeft hij op papier heel erg goede statistieken. Want het is een speler met 99 angstvermogen en 97 kracht. Met ook nog één een springen. Terwijl het dan best een goede speler is. Goede koppen, 99 reacties. Wat echt een belangrijke status met een hoge zelfbeheersing. En ook goede afmaken. Pasing is prima. En pace is echt goed voor iemand van 1,86 meter. Maar je ziet ook zijn minpunten. 3 sterren weak foot en 3 sterren skill moves. Nu is één van de twee op drie sterren niet zo heel groot probleem. Maar als beide drie sterren zijn, dan merk je wel heel erg veel. Of heel erg snel dat je nadelen hebt bij de kaart. En dat is zonde. Want Moesta Marek is eigenlijk een heel erg goede kaart. Hij was eerst niet echt de meest lenige. Maar nu met Team of the Season stats is hij op zich best wel een uh, goede kaart. Maar ja, als je er toch 150k moet betalen. Want ik denk dat uh, deze Mareka toch al kost, dan is het niet echt een heel erg goede aankoop om toe te voegen aan je elftal. Hij heet vast als een pluspunten. Maar de combinatie van de prijs en de 3-sterren skills en 3-sterren week Food met het feit dat hij untradable is, betekent gewoon dat het niet voor mij of in mijn optiek niet echt de beste kaart is om te gaan halen met de coins. Flashback Mule Owner is steeds veel te duur. Het is een leuke kaart, maar goed, hij heeft ook geen 4-sterren skill, moest hoog ook work rate en hij is gewoon niet al te goed vergeleken met hoe Firmino wel was voor de Premier League. Dus ook daar flink van werk blijven en Goretschka daarentegen wel een heel, heel goede kaart, kost ongeveer 500k. Het is een van de beste midden in de game en hij is prima te linken. Ook 4 sterren is zwak been, alleen de zijn dribbelen niet al te best. Het is niet de meest lenige kaart. Dus verwacht niet dat je een heel erg snelle, mobiele, verdedigend mid krijgt. Maar het is verder wel een icon-niveau verdedigend mid. En als ik hem nou in mijn team had kunnen passen, had ik hem gekocht. Maar ik heb helaas al Balak en ook Vieira. Dus voor Goretsch heb ik verder geen plek. Maar een heel erg goede kaart, raad ik zeker aan om te halen als je de coins ervoor hebt. En als je een Bundesliga-team gebruikt of een Duits team, dan kan ik hem zeker aanraden. Het de topkaart. We gaan nu maar eens door naar het eerste deel van de video, namelijk de FUT Omruil-deal spelen. Want we kunnen namelijk door het krijgen van deze M-speler MS de base-icon krijgen. Daarvoor moeten dus dit team leven met minimaal twee Nederlandse spelers, drie competities en een beoordeling van 79. Zo heb ik dus uiteindelijk gewoon een paar Nederlands gebruikt. Ja, heel erg simpel. Kom heel makkelijk uit op de menu de teamgeest. En daarmee krijgen we dus onze laatste futswap speler. We krijgen Siekman. en ze zijn we dus verzekerd van nummer 14. Waardoor we dus een kans krijgen op BBO CBO Ronaldo, maar waarschijnlijk eindigen met Leeman of met een base Crespo ofzo waar je niet zo heel van hebt. Er zijn op dit punt in FIFA niet heel veel echt bruikbare base icons binnen. maar het is wel leuk om te proberen want ja, de rest van de Kaarten van de Futswap stonden me simpelweg gewoon niet zo aan. Want als je kijkt, is Jonathan Bamba nog niet echt een kaart waar je heel graag drie kaarten aan wil inleveren. En Jiao Cancelo is aan de andere kant wel een goede kaart. Maar ik heb al zijn 90 gedet One to Watch. Dus in mijn geval is Jia Cancelo niet zo goed. Heb je zelf geen goede redspack, dan is dit een best wel goede keuze om het daar vijf van uit te geven. Dan kan je dat combineren met Kamerschood 3. is toch een 91 algemene inform die vaak nodig zijn voor SPC's of voor Icon SPC's voorop. En daardoor is deze ook recht van waarde om het daarvoor 7 in te leveren. Maar ik heb dat niet nodig. Dus dan blijven er eindelijk weinig dingen over. Ik kan voor Kyle Walker gaan. Maar ik heb, zoals ik al eerder heb gezegd: Fernand en uh, Dessayi. Die ik allebei nooit ga vervangen. Zelfs niet van Eden Militao of een andere zieke verdediger. Dus ook Walker past niet in dat plaatje. Luis Suarez leuke kaart. Maar ik heb al veel andere, veel betere kaarten nog. En dit is niet eens de beste versie van Suarez die ik kan halen. Dus dan is het voor mij eigenlijk een verloren kans. Want dan ga ik liever voor de allerbeste van Suarez. Dus dan blijven we bij het standaard icon pack. En die gaan we dan maar eens eventjes vrijspelen. Nu hoop ik dus wel dat ik er inderdaad 14 heb unlocked. Dat ik er geen vergeten ben. Want dan zou ik namelijk toch wel aardig balen. Omdat ik er eentje vergeten ben. Ik ben er best wel bewust mee bezig geweest om te zorgen dat ik ze alle 7. En in dit geval eigenlijk alle 14 zou verzamelen. Dus uh, ja, als ik er nu uiteindelijk geen zal hebben, zou dat toch best wel zuur zijn. We beginnen in ieder geval met de eerste 7. En die zijn wel al aanwezig. Dus deze gaan we wel inleveren. Krijgen de 250 coins voor een uh, minimale beloning voor wat je dadelijk krijgt. En dan ook nog de tweede 7 uh, omro-items. En dan zijn we verzekerd van het standaard icon pack. Dus we gaan dadelijk maar eens kijken naar het lijstje van de base-icons. En dan gaan we ons geluk beproeven bij deze SPC. Ik heb hier een lijstje erbij staan. En eigenlijk zijn er misschien net een stuk of zeven die een beetje goed zijn. Dit zijn Eusebio, Pele, Ronaldo, Jan Cruijff en Diego Maradona. Met als slot nog Ronaldinho. Vierre heb ik al, dus daar heb ik nu niet veel aan om daar de base-icon van te krijgen. En ook Ruud Gullit. Een prima kaart met tot slot nog George Best. Kortom, waarschijnlijk krijg ik een kaart dat ik niks heb. Maar is dat het geval, dan ga ik hem gewoon inleveren bij een andere. Uh, SPC van een icon. Dan krijg je namelijk een 100k pack voor. Kon ik daar de goede krijgen? We gaan maar eens kijken wat we krijgen uit een standaard icon pack. Hopelijk een beetje goede. De volgende kreeg Henri. We krijgen Walker. Dat is namelijk altijd zo bij icons. En nu hopen dat we een goede vlag krijgen. Een Braziliaanse vlag is zo. We krijgen een Nederlandse vlag. CVM. Nou, dan kan dat toch eventjes een rijkaart zijn. En we krijgen inderdaad rijkaart. Het is dus een 36 rated En ja, daar hebben we eigenlijk niet heel veel aan. Want ik heb namelijk zijn Prime al een keer gehad. Heel erg goede kaart. Zijn Prime icon. Zeker een aanrader. En wat is namelijk best goedkoop en kan heel erg veel. Maar deze baby icon past niet echt daarbij. Vind ik niet heel erg goed. Dus ga ik inleveren en krijg daar 100k pack voor. Ik wil op één punt in dit jaar nog Ruud Gullet vrijspelen via de SBC. Dus dan ga ik nu eerst de iconisch SBC voltooien van de Gullet. krijg daar een 100k pack voor. En is toch weer 200k wat ik bespaar richting het voltooien van de Gullet SBC. We gaan kijken wat ik krijg de 100k pack. Natuurlijk nog League Team of the Seasons. of... La Liga of Liga Nos moet ik zeggen. We krijgen alleen geen walkout. Dus we hebben helemaal niks aan. Krijgen we wel een informpier? Zo, dat wel. We krijgen namelijk de Spaanse vlag. Rechts midden. En het is dus helaas geen ziek goede kaart. Maar wel gewoon een 77-rated inform die toch voor 10k verkoopt. Ja, beter dan niks. Je zag dit alleen al de andere packjes die ik heb vrijgespeeld via de SPC's. Ik heb namelijk een paar van deze upgrades gedaan. In totaal drie van deze Bundesliga 31 Plus upgrades. En ook een stuk of vier of vijf van een normale Bundesliga upgrades. Normaal zou ik zeggen, blijf hier vanaf van die 31 plus upgrade. Maar ik las net dat er in totaal rond de 60 kaarten zijn in de Bundesliga van 31 rating of hoger. En daarvan zijn er 20 team of the season en ook nog 3 Team of the Week. Kortom, je kan gewoon 23 kaarten van de Bundesliga krijgen. Van de 65 die een special card zijn. En daarmee is de kans dus best aanwezig als je uit één van deze 130-plus upgrades een Team of the Season krijgt. We gaan dus maar eens ons geluk beproeven. We beginnen bij de normale Bundesliga-upgrades. Dan gaan we door de premium-upgrades. Dan kijken of we één kroon Walkout kunnen packen uit één van deze Bundesliga-packs. Uit de eerste, in ieder geval geen Walkout. En als het geen Walkout dus ga ik hem mooi skippen. Want dan heb je er namelijk niet heel veel aan. Jarstein is daar namelijk niet echt een heel goede speler. Nu kan ik hem wel gebruiken als ik nog een keertje zo'n Bundesliga 31 upgrade wil doen. Maar krijg je de tweede goede? Nee, ook niet. Dus deze gaat ook geskipt worden. Gaan we door naar nummer 3. Ik hoop alleen niet dat het blijft bij 76 rateds. Want daar heb je namelijk allemaal al echt al helemaal niks aan. Er zijn niet heel veel 33 rateds uit de Bundesliga. die geen team te de season hebben. Dus dan houdt het eigenlijk snel op. En hier is ook Eggerstijn mijn beste kaart, waar je gewoon helemaal niks in hebt. Dus ik ben benieuwd wat we dadelijk krijgen bij de 31 upgrades. Hier ook geen wildcard. Mooi skippen. En dan gaan we door naar één van de laatste van de bundesliga League upgrades. En dan de 31+ plus upgrades. En dan packen we hier gewoon een informpje. Ik moet eens eventjes dubbel kijken. We packen Petersen. En dit is dus één van die drie special cards die je kon krijgen. Dus nogmaals, 20 team of the seasons. Drie special cards. En we krijgen er eentje van, namelijk inform Petersen. Uit één van deze standaard packjes. Dus dat is eigenlijk wel lekker. Toch nog op een hoge noot Eén van deze packs geopend. Ik zag het eigenlijk niet aankomen. Maar je ziet het toch. Het is mogelijk om goede kaarten eruit te krijgen wel is wat minder en nu de laatste van de drie uh, Bundesliga 31 plus upgrades hebben. Geen walkout dus gaan door de 31 plus upgrades. Dit zijn de grote jongens dan. Het kost zo'n beetje 15 tot 20k om deze te krijgen. Dus al met al toch een aardig dure SPC. Dus ik hoop ook dat we uit een van deze drie een paar goede krijgen. Nogmaals 23 items zijn speciaal. Dus kijk of we een walkout krijgen. Nee het eerste niet. Wat zonde is. Maar we kunnen deze 31 plus rated kaarten wel nog gebruiken om een nieuwe 21 plus upgrade te doen. We krijgen hier nou, toch wel Gavi Martinez uit. Prima kaart. Toch een 24 rated. En de andere kaart is Bella Rabi. Dan een stukje minder. Maar toch gewoon een 24 rated. Wat prima is. De tweede van de drie. Hierin wel een walkout. Nee. Dat is wel jammer. Als je walkout krijgt weet je eigenlijk wel dat je uh, waarschijnlijk wel een goede krijgt. We krijgen hieruit dan de Duitse senderback. Heb je wel niks aan. En dan tot slot de laatste van de drie we krijgen nog één kans op een walkout team op de season. Uit de Boendesliga. We gaan hem openen. Zit er ook een walkout in? We krijgen tot slot geen walkout, wat toch zonde is. Krijgen we wel nog een informatie of zo? In ieder geval een boordekaart. We krijgen Duitsers. Dus niet twee keer Gavi Martinez. Dat was jammer geweest. We krijgen dit keer Bouwman van 3 in Ik ga even kijken of ik er genoeg heb van de Boendesliga om nog één upgrade te doen. Ik had er inderdaad nog precies 11 over. Inclusief dan Gavi Martinez, die ik nu nog in mijn club heb. Omdat hij toch 4 is. We kunnen nog één keer proberen om een goede kaart te krijgen uit de 31-plus upgrade van de Bundesliga. En anders moet ik maar accepteren dat ik ze krijg bij mijn Elite 1 Weekend League was. Wat ook al donderdag aan de beurt is. Kijken of we hieruit een walk-out krijgen. Het allerlaatste packje van deze video. We krijgen niet een walk-out. Het is echt bijna onmogelijk om hieruit de goede te krijgen. Wel weer een informie. Hopelijk niet opnieuw Petersen. We krijgen een Argentijnse vlag. We hebben dus toch twee Informe gepakt. gepackt. Eerst kregen we dus Petersen. Nu krijgen we Alario. En ja, Albert al op zich. Het zijn betere upgrüssen van de Premier League. Maar de kans op een walkout lijkt me zo minuscuul. Dat het niet echt de moeite waard is om deze te proberen uh, te openen. Helemaal die van de 20k die moet uitgeven. Ook al krijgen we hier een Inform en Goretzka. Al met al dus van alles gepakt. Een aantal Informpies. We hebben een icon gekregen in de vorm van Rijkaard. En zo kan ik dus terugkijken op weer een leuke maand van Futswaps. En hoop ik dat ze volgende maand wel met Team of the season kaarten gaan werken. Krijg je toch iets meer het idee van: ik wil die Team of the Seasons gaan krijgen via Futswaps. Dus we gaan dat allemaal zien bij uh, wat IE gaat doen in de maand juni. Voor nu zijn we aankomen bij het einde van deze video. En ik wil je graag bedanken voor het kijken. Je kunt nu linksboven op je scherm mijn meest recente video zien. En rechtsonder een random video die je misschien niet gezien hebt. Inmiddels de knop. En dan zie ik jullie hopelijk bij één van die video's. En tot die tijd zeg ik later mensen.